Het jaar 2000. Het jaar waarin Poetin het stokje overneemt van Yeltsin en president wordt van Rusland. Het jaar waarin de PlayStation 2 op de markt verschijnt. En het jaar waarin het grootste reuzenrad ter wereld in Londen wordt geopend. Ook behaalde Anne Atkin het Guinness Book of Records met haar verzameling van 2010 tuinkabouters. Maar het jaar 2000 wordt ingeluid met de geboorte van Riley. Hallo, ik ben Riley Capelle. Ik ben 17 jaar. Ik ben geboren op 1 januari 2000. Mijn moeder heeft vanaf de 30ste december in het ziekenhuis gelegen, omdat de dokters bang waren dat er complicaties zouden optreden vanwege de millenniumwisseling. Dat apparatuur uit zou vallen of dingen die daarop lijken. Dus ze hebben gewoon eigenlijk het nieuwjaar in het ziekenhuis gevierd. Riley behoort tot de eerste lichting studenten geboren in het jaar 2000. In het jaar 1910 dacht een Franse tekenaar dat studeren er zo uit zou gaan zien. Ook voorspelde hij vliegende politie, vliegende brandweermannen en een nogal curieuze manier van haren knippen. Maar dat terzijde. Hoe kijkt Riley eigenlijk terug op het jaar 2000? Van het jaar 2000 weet ik eigenlijk alleen dat het EK voetbal hier in Nederland georganiseerd werd. En dat Nederland in de halve finales uitgeschakeld werd. En verder is mij eigenlijk van het jaar 2000 heel veel ontgaan. Bijvoorbeeld dat Abel een hit scoorde met het nummer Onderweg. Ik doe de ding. Hoe ziet Riley de toekomst graag? En hoe zou hij dan terugkijken op nu? Dan denk ik aan het jaar waarin de wereld niet heel goed bezig is. En de wereld misschien wel een beetje aan het kapot gaan is door de aanslagen die we hebben gehad dit jaar. En door een stelletje idioten die aan de macht gekomen zijn over de hele planeet heen. In het jaar 2000 was het trouwens George W. Bush die verkozen werd tot president van Amerika. Waarover de meningen omtrent zijn verstand ook verdeeld waren. I know the human being and fish can coexist peacefully. Voor mijn persoonlijke toekomst hoop ik in ieder geval mijn master te halen. Liefst ook in deze studie. En wat ik voor de wereld wens is natuurlijk dat we niet de verkeerde kant op gaan. Dat we gewoon met z'n allen weer met z'n samen in vrede kunnen leven. Zonder dat er problemen zullen zijn over de hele wereld heen. Laten we deze wijze woorden nog wat kracht bijzetten met een hitje uit het jaar 2000.